Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En welkom bij Roblox Dragons. Dit is een game waarbij jij, als het goed is, moet proberen om je eigen draken te krijgen. En om die te verzorgen en om die uit te breiden. Dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar ik heb het nog nooit eerder geprobeerd. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Maar like gewoon deze video binnen 3 seconden. Als je geen normale baas bent, maar wel een opperbaas. Dus like... sowieso voor extra geluk in je leven. En let's go. Want ik... oh, oh. Kijk hoe cute. Java. Java. Dat is leuk. Press R to speak. Collect 1 van de 3 draken aanieren. Oh. Ik mag kiezen. Rood, groen of blauw. Ik ga sowieso voor blauw. 100%. Ik kies altijd rechts. Congratulations, you found a common dragon egg. Oké, okay, ik heb een drakenei gevonden. To hatch your dragon, om je drakenei uit te laten komen, moet je hem in de rij plaatsen. Jongens, mijn allereerste draak komt eraan. 3, 2, 1. Retrieve. Jongens, yes. Ik ga hem Lil Blue noemen. Lil Blue. Oh, wat vet. Spawn Dragon, no way. Oh! Je kunt verschillende drakeneieren vinden op verschillende soorten eilanden. Veel succes met je avontuur. No way. Oh, jongens, dit is zo vet. Je kunt gewoon op je eigen draken springen. Holy moly. Holy moly. Buy... oh, wacht even. Wat is dit? Buy's Woodstone. Oh, hier kun je dingen verkopen als het goed is. Ik ga eens even kijken. Ah, ik snap het al. Je moet proberen steen, ijzer en hout te verzamelen. Want dat kun je namelijk verkopen bij deze soort van retail shop. Dus een soort van winkel, I guess. En daarmee kun je dan waarschijnlijk weer nieuwe dingen kopen. Maar hoe in hemelsnaam kom ik daar? Ik moet naar een ander eiland toe. Wacht, ik denk dat ik al wel een indicatie heb. Kijk, let's go. Ik heb een idee. Ik span hem hier. Dan ga ik erop, als dat kan. Ja, nice. Huh? Wacht. Wow! Je kunt literally met F op je toetsenbord een aanval doen. En dan spuwt hij gewoon literally vuur. Maar wacht eens even. Kan ik ook gewoon serieus... Dit is zo enorm vet. Dit is zo enorm vet. Je kunt je draak op ieder moment en iedere plek uit je inventaris halen. Je kunt erop zitten. Je kunt een vuur laten spuwen. Je kunt ermee vliegen. Het is gewoon een droom die uitkomt. Het is gewoon een werkelijke droom die uitkomt. Maar wacht even. Medium wood. Kunnen we dat verzamelen? Oh, wat leuk. Je kunt gewoon resources verzamelen. En daarmee kun je waarschijnlijk weer geld verdienen. En hier is een nieuw ei. Press R to collect. Congratulations. Ik heb een nieuw ei gevonden. Oh, er kunnen legendarische en mythische draken uit een ei komen. Ik vind het altijd zo leuk als er zeg maar items of... pets gerangschikt zijn, waardoor je dus ook echt kunt streven naar een extra zeldzaam ei. Oké, we gaan hem openen. Oh, dit is zo vet. Jongens, echt waar. Like deze video massaal. Want bij genoeg likes ga ik hier gewoon een serie van maken. Dat lijkt me echt een leuk idee. Wat zit erin? Let's go. Het is een rode. Deze moeten we dus gewoon Lil Red noemen. Lekker logisch. Lekker makkelijk. Lekker logisch. We hebben nu Lil Blue en we hebben Lil Red. Oké, wacht even. Dus als we nu Spawn Dragon klikken, welke krijgen we dan? Dan krijgen we onze normale. Maar wat nou als wij liever onze andere spannen? Is dat mogelijk? Ah, dat kun je hier natuurlijk doen, bij Dragons. Je kunt kiezen. Oh my gosh. Zeg ik nou oh my gosh? Ik ben zo in de war, ik hoor oh my gosh te zeggen. Job, oh my gosh is geen zin. Het is dus ook echt gecategoriseerd als je in je inventaris kijkt. Als je naar het tabblad al gaat, zie je dus eigenlijk gewoon
alle draken die je tot nu toe hebt verzameld. En als je naar het tabblad Common gaat, dan vind je er niet zeldzame. Bij Rare vind je de zeldzame. Bij Epic vind je de epische. Bij Legendary de legendarische. En bij Mystic vind je de mythische draken, die dus gewoon bijna niemand heeft. Dit is freaking amazing. Ik ga sowieso Lil Blue blijven gebruiken. Ik heb namelijk niet voor niks dat als het begin aan je gekozen. Dus daar ga ik wel voor. Ik ga hout verzamelen. Want ik vermoed namelijk dat we dat hout zo meteen weer kunnen verkopen. Om daar weer nieuwe dingen mee te halen voor onze draken. Dus ik ga deze grote stapel met hout ook even meenemen. Waarschijnlijk kunnen we op een gegeven moment dan ook betere bijlen en andere tools kopen. Dus tenminste, dat is wat ik vermoed wat je kunt doen. Ah, dit is zo vet. Oké, spawn dragon. Let's go. We spawnen hem. We gaan erop als het kan. Yes, ik zit erop en let's go. Waar zullen wij eens naartoe gaan? Het lijkt mij een verstandig idee dat ik naar het volgende eiland ga. Want misschien dat we daar ook weer nieuwe dingen kunnen vinden. En ik zie daar een portal. Oh, ik heb geen idee wat er gebeurt als we daar doorheen vliegen. Dus ik wacht er nog even mee. Oh my gosh. Wat is... Wat de heck, jongens. Oh my god. Check deze draak. Besef dat mijn draak letterlijk 20 keer zo klein is als deze die hier zo staat. Dat is gewoon echt bizar. Oké, we gaan snel erop. Let's go. Weg van hier. Weg van hier. Voordat die grote draak ons als een soort van tussendoortje opsmikkelt. Oké, we gaan naar een nieuw eiland toe. En ik zie dat hier dingen zijn waar een soort van straal naartoe geworpen staat. Dus ik neem aan dat we hier naartoe moeten om weer het een en ander te leren. Let's go. Oh. Dat was eigenlijk niet mijn intentie. Dus we springen weer op onze draak en we proberen het nog een keer. Jongens, ik moet gewoon nog even leren hoe het werkt. Het spijt me. Ik ben er gewoon nog niet zo heel erg goed in. Oké, nu ben ik op de juiste plek. Wat hebben we hier? We hebben hier een medium ironite. En dat kunnen we schijnbaar ook meenemen. En waarschijnlijk is dat een stukje zeldzamer dan hout en steen. Dus laten we dat sowieso meenemen. Let's go. Ah! Ironite zorgt ervoor dat onze draken een hoger level worden. Dus het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met een soort van experience points. En daarmee kun je dus je draken laten levelen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg chill om, ja, om bij je te houden, die experience points. En om die dus elke keer te gaan verzamelen. Let's go. Of krijg je dat nu serieus bij alles? Want toen ik net hout aan het hakken was, kreeg ik dat namelijk niet. Maar bij Ironite en steen kreeg ik dat zojuist wel. Misschien dat ik het nu ook bij hout krijg. Krijg ik het ook bij hout? Ja, ik krijg het ook bij hout, huh? Of komt dat omdat er een straal boven stond misschien? Oh, we hebben het maximale aantal hout hebben we bij ons. Dat kunnen we hier links midden in beeld zien trouwens. We hebben 12 van de 12 hout. We hebben 1 van de 12 steen. En we hebben 1 van de 12, laten we het even voor het gemak, diamanten noemen. Kunnen we die nog meenemen hier zo? Nee, want die zweeft in de lucht. Geen idee wat daarmee aan de hand is. Maar goed, wij gaan naar het grootste eiland toe. Het centrale eiland zou je wel kunnen zeggen. Alleen het besturen van deze draak vind ik nog best wel lastig. Het lijkt alsof hij een beetje zijn eigen willetje uitoefent of zo. Kijk, ik wil... Oké, nice, hij doet het. Oké, goed. Ah, ik zie het al. Je moet je, zeg maar, je besturingsknoppen op het keyboard moet je niet gebruiken. Je moet alleen je muis gebruiken, anders gaat hij namelijk alle kanten op. Oké, nice. Ik ben er. En ik vermoed dat we hier ergens ons hout kunnen verkopen, I guess. Oh. Are you freaking serious right now? Ik ben bijna naar beneden gevallen. Oh, dit is zo vet. Kijk die draak daar. Dat is echt gewoon een opperdraak, hè. Wanneer ik het heb over bazen, dan is zeg maar mijn draak die jullie hier zien is een baas. En de draak die jullie daar zien is de opperbaas te noemen, I guess. Oké, we gaan snel omhoog. Als het kan. Kan ik omhoog? Ik moet echt even de besturing doorzien te krijgen, jongens. Want het is nog best wel een drama. Maar goed, weet je wat we doen? We gooien onszelf gewoon even lekker out of the world. Want als het goed is, spannen we dan in het midden van het eiland waar we moeten zijn. Kijk eens aan. En ik denk dat we hier het paleis in moeten om ons hout te verkopen. Dus gewoon het hout dat we tot nu toe hebben verzameld. Dus we gaan eens even kijken of dat gaat lukken. Bij deze soort van mooie vrouw. Nee, ik wil niet op mijn draak. Hier zo. Ja, nice. Press R to speak. Go to workshop and then sell the resources for gold. Ah, ik snap het al. Je kunt hout, steen en diamanten verzamelen om die zo vervolgens door te verkopen aan de markt. En de markt, die is daar zo. Ah, oké. Het wordt me duidelijk, het wordt me duidelijk. Oh, wat leuk. Het is eigenlijk gewoon echt een soort van survival. Oh! Hij heeft een groene draak van level 3. Dat heb ik nog niet eens. Oké, we gaan eens even kijken. Hopsakeetje. We gaan even alles verkopen.
Alles wat we kunnen verkopen, dat verkopen we. En daardoor hebben we nu 63 muntjes gekregen. Dit is een beetje een soort van tutorial aflevering, waarin ik nog een beetje moet doorkrijgen hoe alles werkt. Maar als jullie dus meerdere afleveringen willen, smash dan een like. Want dan ga ik sowieso proberen meerdere afleveringen voor jullie op te nemen. Want dit is zo ongelooflijk tof. Oké, we lopen snel naar deze Cora toe. We gaan even met haar praten om te kijken wat het volgende is wat we moeten weten. Even kijken. Oh, er zijn geen quests available. Dus we hebben alle tutorials gekregen, I guess. Ja. Wat nou als we naar de shop gaan? Wat voor dingen zou je daar kunnen kopen? Je kunt gold kopen. En je kunt game passes kopen. Dragon Super Speed kun je kopen. Wat is dit? Instant Egg Hatch. Als je dit koopt, hoef je nooit meer te wachten totdat een ei uitkomt. Dat is een beetje vreemd. Dat is alsof een moeder die zwanger is in één keer een pil neemt. En dat die 9 maanden helemaal niet meer hoeven. Maar dat kind er zo uitrolt. Het klopt geloof ik niet helemaal. Maar goed. Dubbele experience. Super jump, super speed, double gold. Oké, dat zijn heel erg veel leuke dingen. En voor de draak zijn er dus ook leuke dingen. Ik snap het. En je kunt hier goud kopen. Ja, hier kun je goud kopen. Oké, duidelijk. Maar mijn vraag is, waar kun je dan draken kopen? Of hoe kun je aan eieren komen? Of moet je die gewoon echt vinden? Ik denk dat je die echt gewoon alleen maar kunt vinden. Ik denk niet dat het mogelijk is om ergens een ei te kopen, of wel? Of wacht wel. Jawel, 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 jawel. Wacht even. Nee. Is dit serieus een shop waar je eieren kunt kopen? Wacht even. Ja, ik... Oké, nice. Armor. Kapsels. Backpacks. Eieren. Wapens. Draken. Je kunt het hier allemaal kopen. Wat voor dragon items kan ik bijvoorbeeld kopen? Je kunt heel je draak customizen. Je kunt heel je draak... Ik vind dat zo leuk. Oh, je kunt hier ook eieren kopen. Oh, dit is zo leuk. Ik hou hiervan. Ik hou hiervan. Oh my god. Wat? Een Mystic Dragon... Oké, luister. Oké, ik ga het jullie even uitleggen. Je hebt een Legendary Drakenei in de shop. Die kost 1750 Robux. Dat is bijna 20 euro. Dan heb je een Epic Dragon Egg. Die kost 750. Dat is 5 euro of zo. Is eigenlijk ook heel erg duur. Dan heb je een Rare Dragon Egg. Die kost 3-4 euro. Een Common Dragon Egg is de goedkoopste voor 150 Robux. Daar betaal je ongeveer 2-3 euro voor. Laten we zeggen 1-2 euro is misschien toepasselijker. En dan heb je de Mystic Egg... linksonder en daar betaal je 4.500 Robux voor. Jongens en meisjes, dat is gewoon meer dan 40 euro voor een ei in een spel. Ja, ik weet het, ik heb het vaker gedaan in games, I know right, maar... Er zijn allemaal dingen in mijn lichaam die mij vertellen dat ik het wil kopen, maar het is zo duur. Dit is ook zo vet. Oké, luister, 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 Job. Luister, hou jezelf in bedwang, Job. Je bent een man van je woord. Als jij je kijkers belooft om het te gaan kopen, dan doe je het. Maar misschien is dat nu niet het juiste moment. Jongens en meisjes. We weten dus nu in ieder geval hoe wij aan... Het is wel heel erg. Je kunt eieren namelijk vinden in de map, maar je kunt ze niet kopen met coins. Want als je ze namelijk wilt kopen, moet dat per direct met Robux. Weet je wat? We beginnen rustig. We beginnen gewoon kalm. Willen jullie dat ik in de volgende video een Rare Dragon Egg ga kopen? Dat is de blauwe. Ik heb niet voor niks voor een blauwe draak gekozen. Is lekker toepasselijk. Krijgt hier er een broertje of een zusje bij. Doe dan massaal een like. Als jullie willen dat ik de volgende aflevering lekker door ga zoeken naar andere draken, doe dan ook een like. En wat kunnen we... Wacht even, wat kunnen we hier überhaupt kopen bij avatar items? Dit is zo dik. Dit is zo... Dit is... Oh. Die backpacks... Die backpacks zijn zo vet. Je hebt gewoon een freaking soort van kasteel op een eilandje als rugtas zijnde. Dan heb je hier een diamanten backpack. Dat draakje. Je hebt nog kostuums. Het is te veel voor mij. Effects. Oh my god, ik hou van effects. Haar. Dit is mijn nieuwe favoriete Roblox spel. Dit is mijn nieuwe favoriete Roblox spel. Ik wil hier... heel veel afleveringen van gaan opnemen. Wat is dit? Huh? Limited Time Dragon. This week only. Oh! Kun je deze kopen? Ik heb nog 3 dagen de tijd. Voor 1000 Robux kan ik deze opperdraak kopen. De King Dragon. De roze King Dragon. Oh, dat wil ik zo graag. Oh, Job. Zeg maar,
Dat gezegde dat geld in je zak brandt. Of is dat ook weer een gat in je hand? Geld brandt in je zak of zo? I don't know, maar dat heb ik nu. Kan ik hier ook in? Ik kan hier ook in. Oh, er is nog zoveel te doen. Jongens en meisjes, deze aflevering wordt ook alweer gewoon veel te lang. Er zijn quests, er is van alles te doen. Like als ik de volgende aflevering deze moet kopen. Of een ei. I don't know. Like de video, alsjeblieft. Ik heb twee rewards. Ah, nice. Ik kan XP collecten. Congratulations, you have reached player level 2. Oké, ik ben level 2 geworden. En Lil Blue is nog steeds level 1. Dus linksboven zien jullie zeg maar de level van mij. En rechts... linksboven zien jullie het level van mij. En rechtsboven zien jullie het level van mijn draak. Oké, ik snap het. Bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Als ik de volgende aflevering een ei moet kopen. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En ik zeg... Adios. Oh, ik ga hier zoveel geld in kwijtraken.